En nu ga ik die vacuümzakken dus proberen. In ieder geval eentje. Met dingen van mijzelf van vroeger die ik wil bewaren. En mega fijn nieuws. Nou, af en toe mijn kind stopt dingen in mijn tas. Dat was net een, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, een schrik inderdaad. Wat een dag was dit zeg. Goedemorgen, het is donderdag en we hebben ons een beetje verslapen. Dus ik sta nu Sarah's lunchtrommel en fruithap te maken. En we moeten over 3 minuten de deur uit zijn. Maar ik weet niet wat het is. Ik ga redelijk op tijd naar bed. Vroeger dan ik normaal altijd deed. En ik weet wel dat ik 's nachts gewoon op de een of andere manier niet echt kan slapen. Heel erg wordt wakker gehouden door alles. Maar ja, ik heb wel vaker dat ik slecht slaap, maar ik weet niet. Oh, ik heb misschien een idee. Ik ga de geluidjes van mijn wekker veranderen. Dat wil soms nog wel eens helpen. Omdat het dan natuurlijk weer een vreemd geluid is, dat je er dan wel weer op reageert. En Sarah is ook alles behalve snel. Die was dus ook nog niet wakker geworden. Dus ja, we zijn goed bezig deze ochtend, zeg maar. Flik doorlopen. En we komen gewoon op tijd als we dit blijven doen, hè? Ja. Komt goed. Ze was op tijd op school. Zelfs op tijd in de klas, want ze moeten ook nog eens voor de bel in de klas zijn. En mijn camera wil niet blijven staan. Even alle rommel opruimen in de keuken, want het was net echt van, nou, dit moet, dat moet. En de rest vloog door de ronza. Want alles om op tijd op school te komen, dat was gewoon echt even de grote prioriteit. Oh, ik heb zo'n trek in die tenen. Ik heb echt zelf letterlijk niks gegeten of gedronken. Ik heb alleen maar gezorgd dat zij wel ontbeten had. Want ik wilde die niet zonder ontbijt op school. En dat er lunch en er pauzehapje gewoon goed klaar was. Dat was gewoon echt even mijn enige prioriteit. En nu word ik even mijn prioriteit. En mega fijn nieuws. Want de tuin is alweer een stukje verder. Hij is nu bezig. Ik denk dat ik het later vandaag laat zien. Want dan is er meer te zien. En dat vind ik leuker. Het is nu liggen er een paar tegels goed in. En er liggen al heel veel zand en alles. Maar ja, later vandaag ligt er natuurlijk een stuk meer in. Dus dan gaat het er meer op lijken. En ik heb er zo zin in. Ik kijk er zo naar uit. Echt. Meer dan ik kan uitleggen. Ik heb weer wat gegeten en gedronken. Dus ik voel me echt 100 keer beter. En nu ga ik die vacuümzakken dus proberen. In ieder geval eentje. Met dingen van mijzelf van vroeger die ik wil bewaren. Laat ik het gewoon eens heel even lezen dat ik niet fout doe. Vouw het allemaal netjes in de zak. Schuif de clip om de rits om te sluiten. Indien die niet luchtdicht is, herhalen. Tot die wel luchtdicht is. Schroef de dop los, stofzuiger erop. Als de lucht verdwenen is, dop er weer op. Oké. Dus precies zoals ik dacht. Ik heb nog nooit zulke zakken geprobeerd eigenlijk. Ik heb deze maat, hij is dus zo. En hier zit dat ventieltje. Dit is die clip. Oké, dan moet ik hem denk ik dus ook mee openen. Of moet ik hem gewoon zo openmaken? Ja. Ja. Ik ga er iets inruimen.
ik vind ze zo dus wel een beetje eng uitzien, die knuffels. Maar goed, als ze zo goed bewaard blijven, vind ik dat op zich best wel een goed plan. En ze zijn natuurlijk helemaal beschermd nu tegen stof en schimmels en alles. Dus het zit erin. En ik ga het dus zo onder het bed weer in de la leggen. En het neemt ook een stuk minder ruimte in beslag. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Dan maar ook gelijk de outfit van vandaag. Trui, selected femme, broek, mango. Laarsjes zijn van Geox. Oorbellen van Pernil Corridon. Deze zijn van Anna Haï. En deze is van Pernil Corridon. Even tijd voor een lekkere lunch. Gelijk ook even tijd om mijn spullen over te gooien. Ik had gisteren mijn Calvin Klein tas bij me. Maar vandaag heb ik deze Michael Kors tas. Dus alle spullen er even in. En dan schommelt het heel even snel wat bij de winkel halen. Dus dan vind ik het wel handig als ik dat allemaal bij me heb. Maar ik vind een zwarte tas bij mijn outfit niet zo leuk. Dat ik nog iets moet overgooien, maar ik weet niet wat. Mijn camera moet er nog wel zijn. Nou, af en toe mijn kind stopt dingen in mijn tas. Nu haal ik dus opeens een knijper uit mijn tas. Oké, logisch. En dit heeft ze ook gisteren in mijn tas gedaan. Dat heeft ze van een vriendinnetje gekregen. Echt, nou, wat er allemaal uit mijn tas komt. Een Happy Stone. Die had ze gisteren gevonden. Nou, er komt echt van alles uit mijn tas. Verder volgens mij nu niks heel interessants. Oké, dit hoeft er niet in terug. En hier nog mijn camera in. Wat ik ook aan het klaarzetten ben. Ik ga de waterkoker zo ontkalken. Dus ik heb mijn ontkalker al gepakt. Ik heb hem al met water gevuld. Maar moet ongeveer een uurtje trekken. Dus ik dacht, als ik dat nou echt op het laatste moment doe. Voor ik de deur uit ga. Dan zijn we denk ik met een uurtje precies weer terug. En dan kan ik hem precies weer gaan spoelen. Hij mag een uurtje als het goed is. Ja, maximaal een uur. En daarna goed naspoelen meerdere keren. Oh, deze mag ook op de strijkijzer. Die kan het ook wel gebruiken. Dus misschien dat ik die, als we terug zijn, ook wel even naar beneden haal. Die onderkant begint ook wel te kalken. Terwijl die eigenlijk helemaal anti-kalk moet zijn. Zelf ontkalker of zo, ik weet het niet. Maar goed, ik ga jullie mijn tas doen, want ik ga richting school. Dat was net een, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, een schrik inderdaad. Vriendinnetje van Sarah van school, die was de zoek. En niemand wist waar ze was. Dus ze hadden vanuit schoolsystemen al naar de klas gestuurd. En op een gegeven moment heb ik hier in de omgeving, ken ik best wel veel mensen, allemaal een verzendlijst heb ik gemaakt. En allemaal gestuurd, dus tussen hier en waar ze woont en de hele omgeving. Heel veel mensen gelijk hun jas aangedaan, buiten gaan zoeken. Echt wel hartverwarmend hoe mensen allemaal reageren. En gelijk alles laten liggen om mee te gaan zoeken. Kom schat, we kunnen oversteken. Maar echt, wat een stress als je niet weet waar een kind is. Ja, het heeft gewoon 3 kwartier geduurd. Ja, het begon als een waszoek. Niet ze is zoek, ze waszoek. En alles gewoon helemaal goed. Maar echt niet leuk. Alles gaat door je hoofd. En dat is alleen bij mij. Dus hoe je dan als moeder voelt. En nu begin ik echt heel erg huilen. Ja, dat is logisch. Weet je hoe je spanning zit als je niet weet waar je kind is? Ja. Ben jou wel eens 10 minuten echt kwijt geweest in de winkel? Hadden ze heel de verdieping afgesloten, was je heel klein, maar je was tussen mensen doorgelopen. Terwijl ik hier riep, maar ik kon er niet tussendoor. Dus jij als dat kleine humpie ging tussen al die benen door. En ik er al achteraan rennen, want ik had het door. En toen raakte je kwijt in de mensenmassa. En allemaal mensen in de winkel zagen het nog. Dus ook mensen van de winkel. Dus die hadden gelijk al de beveiliging gebeld. Was in de Bijenkorf. Daar hebben ze de verdieping afgesloten. Op al die schermen van de beveiliging waren ze toen aan het kijken. En niemand zag jou. Nou, ik weet hoe ik me toen voelde. En dan voel je je zo slecht. Terwijl ik rende al achter je aan zo ver als dat ging. En alsnog. Dus nee, dat is... Sarah kan je niet voorstellen. We hebben net gegeten. En daarnet toen we thuis kwamen, heb ik gewoon lekker even met Sarah gezeten. En even bijkomen van alles. En dit is een cadeautje voor Javis' verjaardag. Dan krijgen we heel veel cadeautjes, hè. Want het cadeautje van vorige keer was niet binnen en daarna pas. Oh, ik
Wil jij even een schaar pakken, Sarah? Ik denk, ik schud het zo wel open, maar dat ging niet. Hij zit dichtgeplakt. Ja, hij is open. Ik vond het echt een heel schattig cadeautje. Gewoon een aardigheidje, hoor. Maar we hebben dit puzzeltje besteld. Ik vind hem echt heel leuk. Kijk, hij is echt leuk, hè, Sarah? Mag ik hem een keer maken? Nee, hij zit in plastic. Dan gaan we er niet uithalen. Dat is een beetje gek van cadeautje. Maar je mag het vast wel samen met hem doen maandag. Dus deze is van Play Adventures. Wat een dag was dit, zeg. Ik heb net Sarah op bed gelegd. Marco, die is even wat. Dus ik ga snel editen. En dan weet ik het nog niet. We hebben besloten dat we weer een film gaan kijken. We weten nog niet welke. Oh, ik kom zo naar de kamer. Dan gaan we kijken. En ik wil wat leuks gaan doen weer in de avond. Ik mis het echt om de deur uit te gaan. Dus dan ga je iets leuks doen. Zoals een filmpje kijken. Maar het voelt gewoon niet leuk. Sorry. Ik moest even zeuren. Ik weet niet hoe die film heette. Maar het was niet echt heel boeiend. Dus ook we zullen boven. En ik wil altijd alles even opruimen. Dus dat ben ik aan het doen. De laatste dingetjes. Oh, ik moet de vaatwas aanzetten. Want dan zet ik hem helemaal klaar. Dat heb ik net tussendoor ook gedaan. En dan vergeet ik hem daarna aan te zetten. Omdat ik dan denk, ik sluit wel eerst de vlog af. Omdat hij herrie maakt. Maar dan vergeet ik het. Dus dat gaan we dus vandaag niet doen. Wat ik wel ga doen is naar mijn bedje toe. En de vlog afsluiten nu. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.